Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van half zeven vanochtend is het niet helemaal goed te zien, maar er zitten al opklaringen in het oosten van het land en die gaan zich in de loop van de ochtend over het land uitbreiden. Het kan eerst ook nog nevelig zijn of lokaal komt een mistbank voor, verder kan het nog licht vriezen, maar in de loop van de ochtend komt de temperatuur boven nul en uiteindelijk wordt het zo'n 1 tot 3 graden en dat bij een zwakke of matige wind uit oostelijke richtingen. In het noordwesten kunnen de wolkenvelden nog het langst volhouden, maar uiteindelijk zal op de meeste plaatsen de zon wel gaan doorbreken. Vanavond is het overwegend helder en dan gaat het weer vriezen overal en er kan zich lokale misbank vormen. Dan morgen, het wordt een zonovergoten dag. Na een nacht met lokaal matige vorst gaat uiteindelijk de temperatuur weer oplopen naar zo'n 2 of 3 graden boven nul. Er waait een matige zuidoostenwind en die doet het wel een stuk kouder aanvoelen. Op vrijdag en zaterdag zien we meer wolken in het weerbeeld verschijnen en de middagtemperatuur doet duidelijk een stap omhoog. Op zaterdag wordt het zelfs 7 tot 9 graden bij een naar zuid draaiende wind. Vanaf zondag is er kans op regen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl